Kijk, dit zijn wij, Peter, Adrie en Marijke. En we beginnen de Koninginnedag met de vlag ophangen. En we zijn vol verwachting over wat deze dag ons gaat brengen. We woonden toen aan de Boomgaard, weet je nog? Die huizen waren 3 jaar daarvoor gebouwd. En we zijn toen verhuisd vanuit Rotterdam naar het mooie Barendrecht. Nou, hier komen we dan. We zijn al aan het oefenen voor de obade. De harmonie kon nog wel wat van ons leren. Kijk maar eens even hoe dat gaat. We kwamen aan bij de Binnenlandse Baan, die net aangelegd was, ter hoogte van het vlak ongeveer. En daar deden we mee aan spelletjes en kregen we uiteraard gewoon een lekker ijsje van onze vader en moeder. Dit is volgens mij de Dorpsstraat, wat nu de Middenbaan heet. En ik denk dat dat zo'n beetje ongeveer bij de huidige Kruidvat en de Apotheek Middenbaan is. Een traditionele ballonnenwedstrijd. Je kreeg een ballon met een kaartje en daar moest je je naam opschrijven. En degene die het verst kwam, die had gewonnen. Ik weet echt niet meer wat voor prijzen je toen kreeg. Helaas stranden er nogal wat ballonnen in elektriciteitsdraden of in bomen. En dat was natuurlijk dan een hele grote teleurstelling. Maar misschien kreeg je dan ook wel weer een ijsje. Het was een drukte van je welste daar op dat plein bij het vlak. En op een gegeven moment werd mijn zus en ik naar voren geroepen. En we kregen een zakje snoep uitgereikt. Dat was natuurlijk één groot feest en volgens mij zat er ook altijd een oranje sinaasappel in om het oranje gevoel te versterken bij de kinderen. Moe maar voldaan lopen we weer terug naar de Boomgaard. Als je nou toch kijkt naar die begroeiing, hoe dat er toen uitzag, daaraan kan je zien hoe jong die wijk eigenlijk nog was. Pa die heeft dit filmpje gemaakt en dan is het vanzelfsprekend dat je de eerste stapjes van een van je kinderen filmt. Hier is het 5 mei. Dat werd groots gevierd toen in Barendrecht. Het was 20 jaar na de bevrijding. De fanfare haalde de kinderen op van de scholen die verkleed op weg gingen uiteindelijk naar het Doornmanplein. Wat ik me nog kan herinneren, Peter, was dat we als scholen een wedstrijd hadden in verkleden. En zoals je ziet is dat de Groen van Prinseren school die voorbij komt. Ik weet niet. Dat is de triangel. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Ik zie daar piraten voorbij komen en volgens mij ook zometeen nog een groep die is verkleed als de Binnenlandse Strijdkrachten. Of de Geuzen of wat dan ook. Ik weet niet meer wie dat toen jureerde, maar het was wel echt een spannende wedstrijd iedere keer. De mooiste uitdossingen kwamen voorbij. Kijk, meester Tinken, geweldig. En daar hebben we dan de Binnenlandse Strijdkrachten. Juist, heel goed. Ja. Ik weet nog wel dat het heel spannend was. We wisten nooit wie er zou gaan winnen. Kijk, er loopt de oud-gemeentesecretaris A.W. Kok. We weten niet of die beroepshalve daar aanwezig was of zijn eigen kinderen ging fotograferen. Van alle kanten lopen de kinderen onder begeleiding naar het Doornmanplein. En zoals je ziet is daar een drukte van belang. Uiteraard de gedenkstenen die nog even heel mooi in beeld komen. En hoogstwaarschijnlijk, ja dit is natuurlijk een heel mooi doorkijkje zo naar de Bethelkerk. Vlag in top. En hoogstwaarschijnlijk is dat burgemeester Douma die daar een toespraak houdt. Ten nagedachtenis van uiteraard 5 mei, de bevrijdingsdag. Ja, hier komen echt van alle kanten. Hier, ik heb hoge nood, zie ik. Of ik had behoefte aan een ijsje wat ik niet kreeg. Nou, breek er maar even in. Maar je ziet van alle kanten weer de scholen aankomen. In vol ornaat en heel mooi gekleed. Allemaal heel goed creatief. Ik zie daar de Dr. de Visser school.
Dit is de oude Dorpstraat, de Groen van Prinsen er weer met een hele mooie wagen die is opgetuigd. We lopen nu over de Binnenlandse Baan. Dat is inderdaad de Binnenlandse Baan. Ik zie daar ook weer een stukje van varen lopen en iets heel moois, verpleegsters. Dan gaan we richting het vlak. Heinekenbier, volgens mij Krijn Patat, zoals dat toen heette. Een mooi tijdsbeeld en dit laat heel goed zien hoe Barendrecht in die tijd 5 mei vierde.